En zo kom ik aan het rechterluik van het drieluik, naar waardigheid en vorderende zorg. Wat levert het op als een vrijwilliger georiënteerd is op de poëtica van de gast of de cliënt? Dient zich dan wel een bevredigend concept aan voor de opbrengsten van het vrijwilligerswerk? Het zoeken naar de poëtica van de ander en die willen verkennen vanuit een soort ethisch perspectief kan worden beschouwd als een praktijk waarin zorgrelaties richting geven. Die zorgrelatie is dan volgens hoogleraar ethicus Frits de Lange een wederkerige erkenningspraktijk die bijdraagt aan de waardigheid van de ander. Hij krijgt bijval van hoogleraar zorgethicus Kastmans die voorstelt reflecties over goede zorg te voeden vanuit de vraag of zorg waardigheid bevordert. Lichamelijke of psychische kwetsbaarheid manifesteert zich als we ziek worden. Daar kan op een manier mee omgegaan worden die waardigheid conserveert of juist beschadigt. Zo dient zich waardigheid aan als mogelijke opbrengst van vrijwilligerswerk. Waardigheid lijkt soms wel een barbapapa begrip. Het doet zich in verschillende historische contexten, in verschillende domeinen van de maatschappij anders voor. In het boekje dat u straks meekrijgt, leest u daar meer over definities en typeringen van waardigheid. Naast universele waardigheid is persoonlijke waardigheid, en dan met name ervaren waardigheid, interessant voor dit betoog. Het gaat hier om de waardigheid die mensen in hun binnenperspectief meemaken. Collega-hoogleraar zorgethicus Carlo Legret beschrijft deze vorm van waardigheid als volledig subjectief, waarbij het alles kan zijn wat mensen belangrijk vinden. Verlies van dit type waardigheid kan dan op allerlei wijzen plaatsvinden en beslaat de hele breedte van het bestaan. Het kan gaan om afhankelijk te worden van anderen voor je zelfverzorging, om spirituele vraagstukken over wie iemand ten diepste is en of dat gezien wordt. Maar het hangt ook samen met de bejegening door professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Veel auteurs beschrijven een relationele dimensie aan waardigheid. En waardigheid kan worden bevorderd en geschaad door hoe er met het zieke omgegaan wordt. En daar ligt de link met het er zijn wat vrijwilligers kunnen bieden in de palliatieve zorg.